Ik zet jou weer even aan. Is te veel gevraagd. Hoe komen jullie hier naar binnen? Echt, al die kimono girls die zijn hier binnen, maar je had die Silver Wing nodig om daar te komen. En een Tidal Bell. Ja, nu gaan ze dansen met de Tidal Bell. Mooie effecten. Hallo iedereen en welkom terug bij het Zijkwijf Zuidlab, Dame en Rick. Bij de voorwege Pokémon Soul Silver versus. Hallo. Sorry, jullie daar, ben je nog steeds verkouden? Ja, het is 10 minuten verder en ik ben nog steeds verkouden. Oh, goed voor jou. Dat weten de mensen niet aan. Nee, bij deze wel. Stel je voor, ik denk dat het allemaal een leugen is. Ja, voorzichtig Daan. Oké, okay, Daan is uitgeschakeld, goed eigenlijk. Ah, hup, beginnen, rennen. Ja, ik test de bom de Daan zelf maar. Ja. Nee, ik gebruik Parasong, nou goed. Met mijn velse gezang moet dat echt wel lukken. Rick, tel maar een keer af. Oké, okay, 5, 4, 3, 2, 1, go! Oké, okay, we gaan weer. Opnieuw ben je als stage te douwen. Wat ben jij? Wat ben jij? Ik. Jee. Maar, Nemi, had je nou de vorige aflevering je badge gehaald wel of niet? Ja, uiteindelijk wel. Nou, oké. Ik ga mijn Pokémon herstellen. Ik wil weten wat die Dratini is. Nee, kijk! Dun. Het is wel vals. Ik doe alles goed. En dan doet dat ding in één keer, nee, dat mag niet. Je moet, je raakt, ik registreer het als 2 tikjes, dus nou tikken de steen te ver, zit hij weer vast. Ja, dat hakte net ook. Zo irritant. Wacht aflevering. Ik moet gewoon met strength animation. Die heb ik 10. Echt, yes. Herinneren jullie de oldschool games dan, dat je voor elke keer een nieuwe steen aanraakt die je strength moest gebruiken? Ja. Nee, het was niet echt elke keer dat je aanraakte, maar dat was gewoon... Elke verdieping. Die allereerste game. Nee, de een van de eerste, maar dat ging heel snel van verdieping, wisselen je daar. Dus, daar hoeft het meer mee te maken. Ik haat het spel. Ik vind een Paralyze Shield. Wauw. Ik heb deze 2 nog. Doe maar 6. Hoe je zorgen om de ene steen op zijn plaats te krijgen? Meewerken krijg, want ik haat jou echt. Use strength, again. Ik ben even wat healing items. Oeh, discsballs, die wil ik echt wel hebben. Wat? Discsballs. Die. Dat speelt ook altijd s'avonds. Ja, aan zich is het wel een handige. En als het s'avonds is en in donkere grotten is het iets van 4-maal actief ofzo? 4-maal. Ja, dus dat is echt wel. De nice. Enige betere items zijn timerballs, geloof ik. Ik weet niet. Goed. Even kijken, ze leren allemaal. Dan moet ik even uit de voordeel welke moest beginnen. Uit die. Dat is deze. Hmm? Oh nee, ik weet niet eens een keer bij de gym waar ik ben. Welke gym dit nou is. Hey, niet zo snel jongens, ik ben er nog niet. Jongen, ik wil winnen. Hoor niet hoor. Ah nee. Sla maar Team Rocket. Jongens, ik heb een Max Keter gevonden. Oh, nice. Je bent zelf een max-adder. Hoe werkt Destiny Bond nou precies? Want ik ga nou Destiny Bond als second gebruikt. Je moet switchen met de Pokémon, want anders feint die. Oké, maar de nieuwe gebruik... Pokémon kan niet feinten, toch? Hè? Dat zei het deze al. De nieuwe Pokémon feint.
Het is meer op het moment dat je het gebruikt, de Pokémon waarop het gebruikt wordt, zodra die Pokémon hem afmaakt, zonder dat je switcht, gaat hij dood. Dus, dat is het nare aan heel die move. Ik heb een van de old guy, als je weer terug naar binnen gaat, let wel op dat je maar 5 Pokémon bij mag hebben. Krijg je een Dratini. Het is geen Dratini bij mij, het is bij een Curia, en ik heb nog Transjoe genoemd. Het is een mannetje, dus it makes total sense. No, it doesn't. Wauw. Hey, ik mag dat. Ja, dat is waar. Ik vind het trouwens Pokémon stom in logica hebben. Ik wil met mijn Sparrow Fly gebruiken om terug te vliegen, maar dat mag niet. Oh. Waarom vind ik moet ik per se surfen, kan ik niet gewoon over deze rotsen heen vliegen? Ik vind dat een game je haat. Nee, dat mag niet in deze game. Ja, maar dat zou ik gewoon zo doen. Nee, dat mag niet! Oh, oké. Okay. Ja, waarom kan ik niet gewoon flamethrower op bosjes gebruiken in plaats van kut? Omdat je allemaal helemaal plat brandt. Ja, dat weten we. Rusty! Wat? Pokémon Rusty? Ken je dit niet? Ah, ja, ik heb hem gezien, ja. Ik vind hem amazing. Nee. Hij is echt... Voor diep! Wow. De perfect Bidoof. De perfect Bidoof. You become one with Bidoof. I don't want to become one with the Bidoof. Everyone shall become one with the Bidoof. Zo. Die was echt keihard. Max Rebel. Nee, dat wou ik niet. Dat wou ik al helemaal niet. Eentje. Zo. Dank je. Zo. I'm confused. Nee. I have to offer my confusion. Zie je trouwens ook niet die Divsen die de Pokémon wil ruilen? Dat klopt. Nee, niet belangrijk. Ik heb dood. Healen, items kopen en Claire tanden in de trappen. Go, go, Claire! Ik ben waarschijnlijk veel te moet ik bij deze aan nadenken. Dan moet je niet doen als je verkouden bent. Waarschijnlijk wel, ja. Waarschijnlijk wel. Nee. Ja, ik was voor veel te moeilijk aan het nadenken. Ja. Dus, ja, ik was weer niet slim bezig. Als gewoonlijk. Nee, ik was te moeilijk aan het nadenken eerder. Dat is ook iets wat jij doet. Ja. Overanalyseren en zoiets hebben van. Maar daar is het antwoord. Nee, dat kan het niet zijn. Het moet veel complexer zijn. Maar als je hier en hier aan denkt, dan. Maar dat is gewoon de oplossing. Nooit last van? Nee. Zo. Ik heb maar genoeg Max Rebs gekocht in het spel. Nee, stuks. Ik heb er iets van een stuk of 30, dus daar kom je ook al redelijk ver mee, hoor. Ja, maar ik dacht bij mezelf, dit moet sneller kunnen. Go nuts. Cash shot, met mijn... Oh ja! Iedere keer als ik iemand verslaag, krijg ik extra cash. Oh, heb jij daadwerkelijke dingen? Ja, ik heb een luck instance, zeker wel. Ja, dat heeft hij gezegd. Kan ik deze Wigglytuff ook dronken? Wat? Mewtwo houdt ervan om gewoon Pokémon te verdrinken. Ik ook. Ja, 20 disballs, that should be good. Oeh, wat viel je? Don't go HP, Piñata.
Maar jij bent op weg naar de Legendary, Amy? Nee, ik ben op weg naar Professor Elm. Oh god. En dan naar de Legendary. Hey jongens, ik wil heel graag een Ryan of een Rhydon. Die wil ik laten evolueren in Rhyperia, want dan krijg ik Water Absorb. Oké. Ja, mijn tegenstander heeft het, dus... Ja, ik heb wel zo'n protector ding wat hij nodig heeft, maar ja. Ik ook. Wat denkt de Master Ball? En wow, dat krijg je super... Hey, één hit van dat ding en ik heb nog 50 HP over. Ga dood, alsjeblieft. Nee. Hopelijk is een Miltank geen special defense, want dan ben ik echt te shark dadelijk. Nee, die is dood. De Miltank, die heeft ook gewoon... En een hit on top. Alsjeblieft geen speedmove, alsjeblieft geen speedmove. Oh, geen speedmove, thank god voor dat. Eentje verder omhoog te doen. Moet ik hem daadwerkelijk hier naartoe? Zo, ik zal voor de eerste keer in de game serieuze potions gaan gebruiken. Oké. Okay. En hij is weer healed. Klaar. Probleem opgelost. Zo, ik ben bij klaar. Hey. Alweer een Houndoom, die krijgen ze zo saai. Wat nou? Een Houndoom. Ja, ze is inderdaad dat... zelf. Zelf. Waarom denk ik zo dom? Niet zeuren, de mijne had hem nieuw. Ik ga proberen te drinken. Oh, de... oh een crit. Goed zo, bullshit. Nice! Hey, cheers, dank bij oh, mij! Nee! Ben je wel gefuckt? Ze stuurt een centret uit. Maar die heeft wel draft, dus het zorgt ervoor dat hij zelf minder effectief wordt. Oh. Moet ik nou, de elektrode is ook een static, toch? Ja, de eerste. Ja, de eerste kun je vangen. Oké. Okay. In de middenbutton. En counter voor de elektrode dan. Oké. Okay. Het is een? En Floss. Oh, dat is wel kicken. Oh, nice. Ik hem dood maar volg het nu. Steelix, ga maar proberen te begraven. Die is dood. Oké. Okay. Je hebt hem en dood Frost. Gemaakt. Oops. Ja. Maar lukt niet. Ja. En doe. Ik maak ze ook af en toe door, maar dat is meer bewust. Level 41 Steelix, holy shit. Doom Desire? Hey, wat? Wat doet dat? I have no idea. Is dat niet van Kiratina de Moon? Ja, zoiets. Is dat zo'n zoiets van... het soort future-side-achtig iets? Bond. In ieder geval, Steelix is nu wel dood. En mijn Kenya geleefd gelukkig. Kenya. Only in Kenya. Lijkt me als jullie shiny Pokémon niet shiny hebben. Oh, dat Renitar. Renitar. Moet ik wel zeggen dat hij echt compleet over top is. Je hebt dan al die badges hiervoor, niks aan de hand, niks aan de hand. En dan denk ik al die Pokémon bijna meteen level 39. Ja, de leap naar hun trainers qua levels maakte allemaal. Dat is wel hoog. Maar ja, nog maar één level en nog een klein beetje, dan heb ik level 60 Pokémon. Oeh, qua lava. Kan het zwemmen of niet? Zwemmen? Yep. Let's put that to the test. Wow! Kimono Girl sends out Entei. Oh, je bent de Kimono Girls aan het doen. Hadden die evolutions? Oorspronkelijk wel, ja.
En nou hebben ze een legendaire Pokémon. Go, level 59. Oké, dit is een encounter. Oké. Een Mantike van level 14, doei. Ik ga serieus niet eens de moeite om een Pokémon te vangen. Jij bent savage gewoon, als het... Waarom is een encounter rate hier in het water altijd zo fucking hoog? Waarom heb je niet gewoon zoals iedere jackass gewoon zijn repels aanstaan? Nou, vanwege dat ik dadelijk nog naar een grotgebied ga en daar ook weer een encounter kan krijgen. Dus... Daarom. Semetics. Geen trainer. No Claire, positie. Ik heb hem verslagen, maar nu moet ik die stomme... Missy Sun, ga daar naartoe! Oh. Oké. Okay. Vergeet niet om maar met 5 Pokémon mee te hebben. Ja, ik heb 5 Pokémon bij me. Geen 6. Strong. Ik ben daar klaar. Zie ik een teut. Na klaar? Nou, we zitten nog redelijk dicht bij elkaar dan, nog weer. Ik kan hier trainers aan verslaan, maar ik kan ook zeggen van, een Rhydon. Oh mijn god, het is een Iglybuff. Girls. Met... Droff. Iglybuff, wat zijn die Pokémon als je één keer tegenaan schopt dat een ding nooit meer de grond raakte? Geen idee, maar ze klinkt wel een beetje ziek. Geen flauw idee. Er zijn er meer Pokémon, maar alle Pokémon die moeten blijven springen, anders gaan ze namelijk dood aan... Horsepoink. Mijn god. Ik heb de Pokémon tegen die Rick niet wil hebben. Een Drifloon. Cool guy, ga jij maar weer op pool leren of zo. Oh. Voor Rapid Spin. Oh ja, de Wurmple in zee. En Oddish. Ja, en ook hier in deze... Deze grot heeft ook een meer van de reden een Whirlpool. Ze hebben nuttig altijd. Maar bij deze verdwijnen ze niet, die gaat er gewoon overheen. Ik voel me zeer teleurgesteld. De Carnivine is haar sterkste. Fuck. Ik kom een trainer tegen die klaar geleden had kunnen bellen. They're my allies. Hij is dood. They're my slaves. Training helped me win battle. Een Sheldon van level 18. Nou. Just to battle anyone. Love knowledge, doe maar. Serieus? Strong. Nee, ik ga geen patch aan je geven. Vrouwen. Wauw. Je moet daadwerkelijk als je juist de laatste niet goed doet, dan is het iets van. Cool. Oh, ik hoorde je niet. Dat is toch het antwoord van zo'n slaven, moord en brand? Zoiets, ja. Oh ja, timestamp, ik heb mijn badge. Oh ja, shit. Oh nee, ik timestamp voor een badge die ik niet had. Daar, jongen. Blauwerik. Wat? Druk point op timestamp en ik dacht van, oh ja, ik had een badge weer gehaald, maar ik had hem niet gekregen van de trut. Ja, dat klopt. Kaknia. Mijn god. Kunt u hier weer tegen praten? Die oude vent? Ja. Is een je moet even naar buiten lopen en een telefoongesprek van professor Elma wachten en dan weer naar binnen. En dan weer heel dat gedeelte doen? Yep. Godverdomme. Ja, boeien. Welke level zat die? 20? 15. Dat is nog niet eens de moeite. Ik wil gewoon weten wat het was. Ja, oké. Okay. Ik wel post-game of zo, als ze klaar zijn.
Excuses voor lawaai, maar ons man is thuis, dus ik moest eventjes weer de deur dicht, dus dat de hond zich niet alleen voelde. Wat moet je? Want je weet wel, die gaat dan huilen en dan heb ik het weer gedaan. Oké. Zoals altijd, jij hebt het gedaan. Deel het uitmaakt, de hond op is ook niet. Is toch doof. Alhoewel, ja, hij hoort piep en zo, dat hoort natuurlijk wel, maar niet meer de normale tonen. Oké, welke TM heb ik nou daadwerkelijk gekregen? Jongens, dan krijg je gewikste signalen. Claire zegt, ga naar je grond en dan doe die challenge. Dat een of andere mafkut er binnen, you don't belong here. Ja, ik weet niet wat het was, maar het zal waarschijnlijk niks goed zijn geweest van die bos. Ik heb nog een hyperbeam liggen ofzo. Maar daar wacht ik nog eventjes mee voordat ik dat leer. Ik niet, ik heb alleen maar Thunder, Thunder, Thundercats, wow! Nou ja, ik moest nog een keer naar terug. Sowieso nog een keer terug naar Goldenrod, volgens mij voor een of andere DM. Dan ga ik nu al anders even doen. Ja, DM daar. Ja, ik kon een of andere nuttige DM kon ik daar halen, dus ik dacht, ik wil nog wel even checken of ik die of dat iets is. Maar die was redelijk duur, maar nu heb ik geld. Waar ga je hem dood? Nee, het zijn gewoon... Ik kom niet flut trainers tegen die gewoon in een hit doodgaan, maar het is gewoon een time waste. Oh, dat ben je vergeten de vorige keer? Nee, ik heb de vorige keer gewoon rust naar de gym, maar als ik daadwerkelijk het water weer in ga, zeg maar, dan... moet ik die trainers op bevechten en dat is gewoon saai. Ja, that's true. Ik had gewoon daarmee moeten praten. Daar ligt een TM, dat wil ik niet. Nee, ik wil geen TM's. Nee, ik pak hem terug, ik ga het helpen. Oh ja, dat is ook wel geniaal. Je kunt er bij een van die whirlpools, kun je als je die van een bepaalde hoek aantrekt, kun je die whirlpool oversteken en dan ben je nog steeds niet door de whirlpool heen. Yep. Oké, TM 15 was dit. Heatwave. Dat is best goed. Alleen, je kan het leren. Bullshit kan je kan het niet leren. Dat is dan jammer. En de repulse effect gaat weg. Gebeurt er daadwerkelijk zo weinig bij jullie dat jullie allemaal stil zijn? Ja, ik ben aan het luisteren naar Claire die zegt: nee, het kan niet waar zijn. Ja. No. Patch. Touchdown. Not true. It's impossible. Een driepotige keukenkappel? Nee. Ruik naar vis. Kijk, je even nog. Hey, ja, ik leef nog. Ik ben weg, omdat ik zo lang niks meer van jou gehoord. Fuck. Oké, dat iedereen het even weet. Je hebt Flash nodig in de cave. Oké. Ik zie je kut. Dat is normaal dat je die niet ziet. Ja, maar ben jij die, heb je die overgeslagen ofzo? Ja. Ja, dan moet je dat nu toch nog wat gaan doen, hè? Ach je. Want je ziet daadwerkelijk echt helemaal niks in deze game, ja. Ach je, hebben we trouwens die gekregen, Flash? Ja, bij de... Die ja, met een TM toch niet? Sprout Tower, ja. Dat is een HM hier. Oh ja? Ja. Dat is wel. Ja, is het? Dat is een TM. Ik ga even kijken. Nee, ik zie hem trouwens niet, nee. Is het daadwerkelijk hier in TM? Dat zijn we stuft. Wat als je niet gekregen hebt bij je night? Want die hoor je normaal niet kunnen kopen een golden rot. Ja, het is een TM hier.
Kunnen wij daadwerkelijk geen flash halen hier? Nee. Oké, ik weet het even dus niet meer. En zover ik wist, moest je die krijgen, die kreeg je van die kerel in de Belspark Tower één keer en die kon je altijd kopen in Golden Rot. Oké. Wat nou dus heel moeilijk gaat worden. Ik heb Destiny knot. Dus het was al lastig genoeg, maar nou moeten we ook nog in het blind. Lol. Moet je gewoon naar de plaats van de Monogills zelf gaan? Ja. De theater. Ik ga nog heel hard lachen als ik daar mijn flash geef. Dankjewel. Rick, je bent een lafaard in deze game. Zo dat. Je rent weg nadat je verslagen bent door mijn Kimono Girls. Oh, oké. Okay. Ik zou ook kunnen wegrennen als ze zo fabulous zijn. Ik niet. Het is mijn harem. Oh ja, professor. Ze noemen zich misschien wel Kimono Girls, maar het zijn gewoon mannen. We zijn de Kimono Girls. Oh, yeah. Nou, deze is een meganium. Ik ga even naar professor L. Hij heeft een meesterbal. Dat is zeker niet racistisch, dus heeft niks te maken met slavernij. Nope. Helemaal niet. Oh, dat is deze game alleen maar dingen. Smokescreen? Je bastard. X, dat mag niet. Illegale move. Maar, Amy, kun jij flash halen bij Golden Rot of. Nee, ik heb het niet geprobeerd. Ik heb gewoon een beetje de gok gedaan. Je komt er doorheen? Ja, gewoon voorzichtig lopen. Zonder rennen, of? Ja, want zeg maar dat je niet per ongeluk iets shit overloopt. Ik weet dat het een noordoostelijk eiland is, dat wist ik nog. Ja, dus rechtsboven. Rechtsboven, en dan de rechtsbovenste exit en daarna is het een beetje rondlopen en zo diep mogelijk gaan. Zo diep mogelijk de trappen aflopen. Ja, dat snap ik. Maar je ziet toch helemaal niks in deze game, of wel? Je ziet een kleine rondje om jezelf heen. Ah, oké. Okay. Dat was de oorspronkelijke game waarin je niks zag, maar als je... Oh ja. Een beetje goed dit kijken, dan kun je de contouren van alles nog zien. Ik ga proberen, maar het kan best echt zijn dat ik echt super lang daarin verdwaald raak. Eigenlijk moet ik eerst Kimono Girls gaan verkrachten. Sorry, ik wil vermoorden. Ja, daar ben ik niet mee bezig. Wauw, ik wist dit. Ja, ik ga gewoon 5 mijlen achter elkaar, gewoon bam 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 bam. Hou je dan wel een voltageblaas? Moet je bijvoorbeeld eens keer naar het toilet, of is dat een bepaalde fetish van je? Nee. Ik ben mijn baas aan het trainen de laatste tijd, dus het gaat wel beter. Dat betekent dat je zaterdag mee gaat tanken met de echte mannen? Nee. Maar ja. En je doet die encounter en het is een. Oké, ik zit met een dilemma. Zo. Het is een Palkia. En dan noem je er nog één. Ja, maar mag ik dit vangen? Want ik heb er al één. Ja, tuurlijk. Het is alleen de vraag of je het daadwerkelijk wilt vangen. Ik wil die vangen. Oh, die laatste puzzel in de gym vind ik het. De ijsgym neem ik aan. Oh, de ijsdingen. Ik kan me niet echt herinneren dat ik daar moeite mee heb gehad. Ja, ik ben er klaar voor. Kom hier. Kun je niet beter spreiden op vermoord Pokémon eerst. Kom maar. Zo, holy shit. Een Bonsly. Seriously? That's it. Ja, de eerste had een Meganium en daar heb ik de meeste moeite mee gehad. Tot nu toe. Ik ga gewoon kijken. Oh nee, een Diglett. Deze moet ik gewoon verzuipen.
Wiee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 e
gewoon een keer verdronken. Ik krijg gewoon ik krijg door die luck en dus krijg 9000 cash. Oh zo. Dat is best wel, ja. Een tidal bell. Dit irritant is. Als man kwam juist een stuk aardbeigenbak brengen, maar ik kan het nou niet eten. Mijn spelen is kut. Het stiep mij even heel verhaalig aan te kijken. Be it. Strawberry cake, my only weakness. Wat? Ik mag tegen prijs. Oké, veel succes. Hoe gaat het trouwens met je trainen van het weer rennen, toch? Ik ben nog niet heel hard, hoor. Oh. Hij leeft nog. Maar hij leeft nog, dat is wel iets. Ja, dat is het belangrijkste. Ja, ik ben bij 3. Ik ben bijna op de helft. Ja, ik heb ze net klaar. Dus ik ga nu naar de Will Lions. Mickey, wat een naam. Ja. Een Gligar, oké. Waar jij wil. Jullie hadden het over de meest noordoostelijke waar je ja, naar binnen? En dan rechts, je moet de rechter hebben. Wat is de rechtsboven, weet je precies van de... Rechtsboven! Rechtsboven de deur. Oké, ik ga gewoon kijken wat me gaat lukken. Maar eerst... Jongens! Repel. Dood is level 60. Like a boss. Wauw, dat is best hoog. Ik had te bedenken dat ik bijna net door de Rafiri level 38 bijna geïnstakeld werd. Hij heeft hoe lang moet die aqua hangen? Oh, kut, deze trainer. Oeh, een scissor. Pinky. Ik heb deze nog niet eerst verslagen, dus nu maar level tegen 21 shit en zo allemaal. En die heb ik gelukkig er wel een aantal van gekild. Ja, een aantal, maar niet allemaal. Ja, ik geloof wel de goeie. Critical hit. Oeja. Stunky was er nou dark type? Ja. Poison dark volgens mij. Ja. Ik merkte, want Confusion deed niks. En dat deed Destiny Bond. Oké. Jee, ik heb Paltier gevangen. Nice. Wel wow. Zonder masterbal. Nee, zonder masterbal. Zonder? Yep. Nice. Dat heb je wel echt het masteren. Wauw. Ik ga geen beer gym badge. Heb je gym badge? Ja. Woe! Oh, nice. Ik heb ze gym badge. En dan komt het saaie stukje dat je terug moet een golden rod op Team Rocket zijn tanden in te stampen. Maar dan komt jouw favoriete stuk van het spelletje, Rick. Je mag je gaan verkleden. Nee, niet deze trainer ook. Wat? Allemaal. Is ook? Nee, allemaal van die zwakke trainers hier. Ja, dat probleem heb ik dus ook. Zoiets van, waarom zie je mij? Waarom zwem jij zo ver naar me toe? Nee, blijf waar je wilt. Ik heb een Mewtwo, ik maak het dood. Jongens, even een klein stukje terug. Hier komt een kleine meisje aangelopen. Oh, de zus, ik zie hier een van de Pokémon in de World Islands juist. Oh, dat krijg je niet dan. Waar kan die rennen? Secretly, she's the best trainer. Yep. Of zijn ze gewoon Pokémon in the sky? Ze kan extreme speed. Ze heeft wel een Kyogre. Level 20. Hmm. Ik snap het. Dat is een Pokémon die met een mens gefused is door Mewtwo. Bastard. Wat zal ik wegdoen? Een transgrap of de root sensor? Je Palkia. Nee. Niet? De root, want de transgender grap moet blijven. Oké. Eens kijken wat deze Palkia kan. Ik ben wel eens... Ook dit beest heeft Natural Cure. Duh. Eens kijken, dus eilandje rechtsboven. Oké. Waar is de Whirlpool? Ik heb al gehad.
Ah, nee, die had ik niet gehad. Crap. De enige die ik niet gehad heb. En ik moet degene in het water zitten pissen. Hij zegt serieus, the water is nice and warm around me. Eeuw? Ja, dat dacht ik ook al. Ik ben bij een gedeelte waar het licht is. Oh, cheeky bitch. Maar hier mag ik niet erin. Wel. Wel. Oh, cool. Ik vind het echt cheap. De Earthquake switcht zijn Pokémon naar Flying Type. Een Old Amber. Alweer? Is dat de tweede volgens mij die ik heb? Ik vind twee Aerial Dactyls krijgen. Jee. Komt er eens randoms uit. Mag je helemaal naar beneden lopen? Oh, was mijn rebel afgelopen? Nu wel. Ik kom hier een Wild Deoxys tegen. Nice. Ja, level 22. Heel erg. Ja, vangen. Kun je een bankwagen noemen? Even 1, 2, 3. Ja. Stilstaan. Oh, is nog een tweede trainer. Crap. Ik zet jou weer even aan. Is te veel gevraagd. Hoe komen jullie hier naar binnen? Echt, al die kimono girls die zijn hier binnen, maar je had die Silver Wing nodig om daar te komen. En een Tidal Bell. Ja, nu gaan ze dansen met de Tidal Bell. Mooie effecten. De Relegator. Een Aqua Jet. Ooh. Nou ja, die schiet op. Je moet al sneller zijn, want ik vind dit. Hashtag duur lang. Is het te veel gevaar dat een van de Kimono Girls kamp krijgt? Wat? Zou een dansroutine in het water gooien? Goed dat er één per ongeluk uitglijdt. Woeps! Oeps. Dan Lugia dan niet met de voorschijn wil komen, want ze hebben verneukt. Nee, dan komt Lugia komt juist opdagen en vreet gewoon een Kimono Girl op en ridder. Nee, gewoon nee, recht voor iedereen's ogen en iedereen is zo van fuck. Pokémon zijn eng. Oh shit, Sherlock. Ja. Oh, Lugia had honger. Oh shit. Was de rechtsboos ingang, hè, van het eilandje. Niet de Ja. Ja. Ik ben kennelijk al bijna. Ja, jij moet alleen maar het dansje afwachten. Ja, dat heb ik net afgewacht. Ik zit serieus te twijfelen of ik een masterbal gooi of ik bezig om een zeephel. Ik ga eerst kijken wat het is. Man. Ja. Surf. Hallo Lugia, wat ben jij? Ash, spreek op dat ding, dat moet doen. Zapdos. Oh, I'll dat is ook een kicker. I'll take it. Dat is wel een beetje kloten. Een ding kent withdraw en hide open. Ik ga gewoon massa gooien. Withdraw is ook kloten, hè? Maar, eigenlijk een andere attack zullen leren. Hey. Back. Yo, Zapdos gevallen. Ik steinstamp mezelf. Zo, we luisteren als de masterball gefaald had. Nice. Hoe ga ik deze ding noemen? Energierekening. Golden Chicken. Wat was je ook alweer? Je had fried chicken, spicy chicken en... Fried chicken. Fried chicken. Ik ga kijken of het gaat passen. Nee, je kan altijd fried chicken doen. Ja, inderdaad. Ik denk dat dat gaat doen. Nugget. Kunnen we KFC noemen? Nee. Fried chicken is. Oké, even kijken. Nou. Wat heeft hij allemaal? Naughty Ninja. Ja, het zal wel. Charge Beam, Zapcannon, Defog en Discharge. Oké.
Joint Band, nice. Ja, en nou is helemaal naar beneden rennen. Anger point. Raises attack upon taking a critical hit. Oké. Dat is op zich wel kikker. Nou, attack of special attack. Alleen attack, dus dat is niet geweldig. Even kijken. Oh, ze zijn er al. Ja, dat kan altijd. Kun jij heat wave leren? Doe een dansje. Yep. Yes. Ik ga gewoon ik ben nog niet zo strak sneller, want praten gewoon een uitdaging is aan zich. Je hebt toch wel last van het niet? Helemaal uitgewerkt, gelukkig. Oh, mooi. Ik heb nou gewoon een flink tandpijn. Ik zou zeggen, de tijd is op slaatje, hè? Even kijken, waar zijn mijn escape scopes? Leuk. Yo, ik heb gevangen, doei mensen. Maar jij hebt nog gedaan, want gaat, nu zei je dat we moeten stoppen, want die tering vrouw is aan het dansen. Ik zal even kijken hoeveel tijd we nog over hebben. Iets meer dan een kwartier? Moet even kijken. Nee hoor, 5,5 minuut. Oh, dat vang ik wel. Dat moet lekker. Frostlass. Iets van muis. Een encounter in Tokyo Falls. Oké, Metagross. And I forgot to heal. I'm gonna run from this. Wauw. Ja, ik vond het toch redelijk vol, dus why would I do that? Gezondheid. Dank je. Wauw, die Pokémon die Lugia speelt, is wel heel erg goed en vermomming. Het lijkt me echt een Lugia. Waar is het? Ja, Lugia te zien. Ik moet er tegenaan lopen. Oh ja, nee, dat zie je straks pas. Ik weet het, het duurt ook een half uur. Ik ben volgens mij gewoon 3 minuten van deze episode kwijt. Alleen maar om te kijken wat een krenk tevoorschijn komt. Ik moet daar werkelijk de grotten, nietwaar? Ja. I'm wasting time on finding an item. Ja, kom hier Lugia, dan zullen we zien wat je bent. Ja, meer. Dood is hungry. Lugia zegt Kia. Tojo Falls, wie? Daan schiet even aan de bom. Oeh, Rayquaza. Rayquaza voor jou, Luc? Ja. Oh, nice. Ik denk dat het allemaal legendary zijn. Duh. Oh, je meent het. Zo heb ik het gesteld. En ik moet natuurlijk weer gewoon 2 fucking Palkia's hebben. Ja. Hé, hey, de slaapbal heeft gewerkt. Op zich met een Zetops ben ik op zich wel blij mee. Ja, zeker. Dat is best cool, dus. Het is op zich blij dat je altijd wel een legendary krijgt, dan kan je altijd wel ergens in huis. Ja, inderdaad. Dat was stom. Oh, ik heb echt last van mijn tanden nou. Oh ja, dat geloof ik. Nou voel ik wat. Ja, nu begin je pas echt goed te voelen, hè? Ja. Veel succes met de slaapkomen vanavond. Dat wordt een uitdaging. Ach. Heb je ibuprofen? Ah, heb ik. Doe dat in combinatie met een normale paracetamol, anders slaap je echt niet. En tip van mij, neem iets te eten voor. Ja, maakt niet uit of het veel te koud zijn, maar eet wat voordat je ibuprofen neemt, voordat je buikpijn krijgt. Laat ik eens kijken wat ik heb liggen. Paracetamol sowieso. Iedere profan moet ik even kijken of ik dat heb. Nou jongens, ik heb een Lugia gevangen. Een normale Lugia. Nee, ik heb gewoon Rayquaza Lugia genoemd. Rayquaza. Good point. Wauw. Ik kom nu een Celebi tegen. Oh. Ja, als trainer zijnde. Oh. Eerst een Charm Coast City vliegen. Stukje 2 en dan ga ik hem gewoon verbranden. Hier is vuur. Get the fire. Vuur. Ja, vuur. Met mijn fried chick. Gun. Nee, fried chick. Gun. Ja, maar het staat fried chick, dus God fucking damn it, kut tyfus trainer. Oh, wow. Holy shit, wat is dat? Ik probeer gewoon zoveel mogelijk van die trainers te evaden, maar elke training is vandaag mee uit. Ik ga
deze train is wel allemaal verslaan, want ik wil juist wat experience en zo. Ja, ik ook wel experience pakken, maar het heeft mee te maken dat ik hoe hoger ik zit, dus minder kans ik heb om mijn Pokémon in leven te laten. Dat ging bijna met Quilava. Oh. We hadden al een tijdje gehoord van gek. Gliscor met Earthquake, dat klopt niet. Oh ja, Daan, ik heb trouwens mijn timestamp ongeveer een minuut te laat. Nee, ik heb hem thuis wel geteld, ik heb hem net aan de party gedaan, dat was het. Ja, je moet hem wel doen wanneer je een party zet. Ja, dan heb ik het te vroeg gedaan. Oké. Wat hebben we? Kijk, ik ben jullie nog wel na. Nou, die timestamp is voor jou minder zoekwerk, laat ik het zo zeggen. Ja, het scheelt enorm veel. Aerial Ace, Dragon Blast, Aeroblast, nice. En Special Rant. Nice. Oeh, nice, Nick. Yeah. 1 minuut trouwens over. Shield Dust, wash the add effects of attacks taken. Yeah. Wat voor type is Cresselia? Cresselia, Psychic! Psychic gewoon. Nog iets? Die flow idee, ik ga proberen te uitkwikken. Ik ga naar een nieuw Bluff Down. Ik ben bij de trainer aan het vechten. Ja, ik ook. En die stuurt een Lugia uit. Wat? Dus jij stuurt een Lugia. Hoor ik die niet hebben gevangen? Ja, dat. Volgens mij moeten we iets wisselen. Dus wij zoek jij deze. En ik die. Volgens mij is... Nee, ik ga niet nog een trainer lekker om te battelen. Nu al helemaal niet. 2, 1. Het is tijd weer. Oké. Okay. Ik ben net de waterval in. Yay. Wee. Ik sta naar de waterval te kijken. Ik ga echt een paracetamol of zoiets zoeken. Snap ik. Ik niet. Ik ga zo nou, lekker beginnen. Als brak bent, dan gaan we gewoon niet weg. Dan horen we, dat merken we dan wel. Oh ja, laat me horen weten van hoe je je voelt trouwens, ja. Als mam zei wel van, hey, we kunnen wel gaan lunchen in Vaals, maar kun je voor de halen überhaupt? Ik denk het niet. Mag ik ook niet. Josh, ik ben klaar met mijn battle. Heeft iemand nog een battle? Ik heb helemaal geen battle meer. Oké, okay, Luc, jij was ook, had ook geen battle. Nou, ik ben er heel even één ding aan doen. Ik vond dat Lugia geen Dragon Bat moest hebben. Ik moest Dragon Pulse hebben. Voor de rest, ja. Voor de rest heb ik alleen maar crap TM's. Oké. Okay. Fire Blast kan. Thunder misschien ook. Dat was het einde van deze aflevering. Safe. Heren en dames, hebben jullie nog iets toe te voegen? Ik heb een Lugia. Ik heb er nog één. Ik heb een fried chicken. Ik moet mijn legendair nog halen. Ik heb tandpijn. Zullen we dus afspreken dat als je je Pokémon vangt dat je een tandpijn te noemen omdat het klopt? Prima. Ja. Als we dat herinneren. Ik zal proberen te helpen herinneren, ja. Legendair gaat gewoon tandpijn eten. Wauw. Je moet wel je slaapbal gebruiken, hè? Om te verdoven. Ik heb nog wel een mental hulp voor je. Wauw. Ze moeten we niet aftellen, jongens. Wauw. Nee. Hebben we wel een goed idee. Eigenlijk moet ik daar afscheid nemen, man. Oké. Ik zie je de volgende keer weer. Doei. 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 Doei.